Goedendag mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Fast Vuur Scooters. Like en abonneer onze pagina voor de filmpjes die je nog niet hebt gezien. Vandaag wil ik jullie de Piaggio Zip in de kleur glansrood laten zien. SP Custom, echt een dik scootertje. Wat hebben we allemaal aangepast aan de SP? We hebben hier een ander koplampunitje opgemonteerd. We hebben de smoke lichten ingebouwd. We hebben een ander stickertje opgeplakt. Zo oogt het scootertje veel sportiever. Ik zal even het contact aanzetten om te laten zien. Ja, dat is wel echt heel dik allemaal. Dus hier zie je ook weer de ledjes met dagrijverlichting terugkomen. Links en rechts. En ook in de koplamp zie je dat weer terugkomen. En ook als we dus de verlichting aanzetten. Zie je heel mooi de lampjes aan. Dus heb je s'avonds eigenlijk, hè? Zo rij je dus s'avonds. Zo kan je dus overdag rijden. Kan eigenlijk beide natuurlijk. Maar s'avonds doe je deze aan en heb je gewoon veel meer licht. En ook de knipperlichten hebben we weglopende ledjes. Wat hebben we aan het stuur veranderd? We hebben het smoke tellerglasje ingebouwd. We hebben de handvatvorming opgezet voor de klant, zodat hij dus lekkere warme handen heeft als het wat kouder weer is buiten. De bediening voor de handvatvorming die zit in het dashboardkastje aan de voorkant. Als we het contact indrukken gaat die open. En dan zie je dus hier zie je dus een knopje zitten. Als we het contact aanzetten zie je dat hij dus aangaat. Hij onthoudt waar hij dus vorige keer is gebleven. Dus dan nu 1, 2, 3, 4, 5. 5 lampjes aan is het heetste. Nou, dat is wel echt super heet. Dus kijk dat je je vingers niet verbrandt. Wat hebben we aan de achterkant van de Piaggio Zip gedaan? Bij dit model hebben we dus het knipperlichtjes hebben we aangepakt. We hebben de achterlicht aangepakt. En bij beide zitten dus LED verlichting in. Allebei smoke. Ik zal even het contact aandoen om te laten zien. Zoals je ziet gaat het achterlicht dus al aan. Mooi in LED. Met het smokeglas, als we remmen, hebben we ook de remverlichting in de LED variant. En we hebben dus ook de knipperlichten weer weglopend in LED. Bij dit model hebben we ook de kartkap aangepakt. Zoals je kan zien hebben we een mat zwarte gemonteerd. Je ziet de velden gewoon veel minder op en het staat gewoon een stuk strakker op je scooter. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je de scooter nou terugbekijken, dan kan dat. Klik op de link hieronder. Kan je ook andere scooters eventueel bezichtigen. Wil jij zelf een scooter zien op film? Laat dan even hieronder een reactie achter. En wie weet zetten we hem op de film voor jou. Like en abonneer onze pagina. En dan zie ik je de volgende keer weer terug.